Okay, hi, welcome back. Looking amazing right now, yet again with all my spots. I can't help it, whatever. So, aangezien ik dit weekend niet zoveel kan gaan doen, de zwaarte is dicht. Dat is het enige wat ik in het weekend doe. je kunt letterlijk ja, niks gaan doen. Dus ja, wat doen we dan? Make-up video's filmen. ik heb pas nog allemaal nieuwe spullen gekocht. Die ik nu dan eens een keer voor jullie kan reviewen. Om te beginnen, deze hebben niks met make-up te maken. Maar ik heb dus van die herbruikbare rietjes gekocht. Yay! In regenboogkleurtjes. En hij heeft ook zo een schoonmaakdingetje dat erbij komt. Van de Boozy Shop. Precies, gereedschappen. Hier. Heb ik ook nog een herbruikbare waterfles. Water bottle. Ja, nu zet ik er allemaal vingerafdrukken op. Oeh. Dat zat bij huidproducten. Oh, ik ga weer al een rode kop krijgen, want ik heb het hier al warm voor mijn licht. Maar dat kwam met de skincare, de cafeïne skincare set van Revolution. Een energizing tonic, een energizing spray. Dit is nog een serum en dan nog twee kleine, een quinoa peel en weet ik veel waarvoor dat de andere al dient. Omdat dus mijn huid niet zo super is en heel droog was de laatste tijd, dus ik wou iets dat er terug wat leven in bracht. En ik heb wel het gevoel dat dat geholpen heeft. Ik heb ook dit nog gevonden. Op heel veel sites kostte die echt heel veel geld. En ik geloof er echt niet in dat een roller van 50 euro ineens beter is dan een van 10 euro. Deze kostte zelfs maar 2 euro, die kan van een Action. En dat is dus, die stenen zijn eigenlijk constant heel fris. En dat doe echt super. Ik ga het nu niet doen, want je moet die wel elke keer wassen nadat je die op je gezicht hebt gebruikt. Die stenen zijn eigenlijk constant heel fris. En dat doe echt super veel deugd om zeker zo onder je ogen in de ochtend daar eens over te gaan. Dat doe echt deugd. Dus dat heb ik ook gekocht. En dan voor de rest is make-up waar ik nu dus mijn make-up mee ga doen. Let's get started. Hi! Ik heb even mijn wenkbrauwen al gedaan, omdat ik daar niet echt een nieuw product van had. Primer opgedaan. Baby Skin van Maybelline. De foundation die ik gekocht heb, is de Infallible. De matte one. Met nieuwe formule. Ik had voordien al deze Infallible. Ik wist al dat ik het eigenlijk een goede formule vond of een goede foundation in het algemeen. Nu heb ik dus de matte versie ervan. Je moet hier wel bij oppassen dat je niet... deze lijkt misschien redelijk licht als je hem in de verpakking ziet, maar die oxideert heel veel, deze foundation. Die vorige in die glazen... flesjes heb ik dus elke keer al te donker gekocht. Omdat je denkt dat dat de juiste kleur is, maar als dat opdroogt op je huid, wordt je veel donkerder. Dus laat u daar niet aan vangen. Dus nu lijkt hij heel licht, maar die gaat dus subiet donkerder worden vanaf dat hem droogt. Zien jullie dat verschil al? Hetgeen wat je nieuwer op je huid smeert en hetgeen dat er al langer op zit? Ik weet niet of je op camera dat verschil kunt zien, maar die is dus al donkerder aan het worden. Voor die paar seconden dat hem op mijn gezicht zit. Plamuur het me gewoon helemaal vol. En deze geeft eigenlijk echt wel een hele goede dekking. Nu zie je dat hij nou wel een pak oranje, meer oranje is dan daarnet. Dus die droogt echt wel anders op dan als je hem in eerste instantie dus op je hand veegt in de winkel. Dus daar moet je wel echt mee opletten. En dan heb ik nog beige rose gepakt. Rosé rose. Dat zou dus minder gelig moeten zijn, maar je ziet, daar zit toch ook al die film beige gele toon toch wel bij tussen.
Want echt, rose. Het zou een mengeling moeten zijn, maar ik vind hem redelijk geel. Maar dat wist ik al, dus daar heb ik nu wel toch wel naar gekeken. Dan heb ik opnieuw de Essence Camouflage Concealer gekocht, want ik zat er weer al door. Ik heb eigenlijk speciaal dit... Oeh, amai, dat lag op de grond. Ik ben echt onhandig als ik mijn make-up video's doe. Dit paletje had ik gekocht. Dat is van BH Cosmetics, denk ik. Run Wild by Tina Young. Omdat het eigenlijk een all-in-one paletje is. Dus als je dit meeneemt in je make-up bag op reis, dan heb je eigenlijk zo goed als alles bij. Dus dat vond ik wel heel tof, want zoiets heb ik eigenlijk niet echt. Hier zit dus een bronzer. Drie soorten blushes. Twee highlighters. Deze is met roze ondertoon, ook al zie je dat niet direct. En deze is heel goud, dus als je het mengt heb je een soort rose gold. Het enige wat deze paletje heel hard heeft is kickback, denk ik dat het noemt. Dat betekent eigenlijk, ik weet niet of het zo noemt, maar wat ik wil zeggen is dat als je daar met je borstel in gaat gaan, het heeft heel veel pigment. Maar zoals bij ABH, wat is dat nu weer? Anastasia Beverly Hills. Die paletjes, als je daarin swirlt met je oogschaduwbrush, daar komt heel veel oogschaduw mee los. En dat valt dan eigenlijk overal zo over. Dat is niet zo fijn. Dus je moet daar eigenlijk heel voorzichtig in gaan tappen. Eigenlijk heb je ook maar heel weinig nodig. Zeker hier. Dus ik ben wel een beetje bang hoe dat gaat aflopen. Maar oké. Okay. De bronzer. Deze zijn twee dipjes. Ik weet niet of je dat ziet, maar daar hangt echt al... Zie je dat vliegen? Ik heb echt schrik. Want ik wil dat mijn make-up elke keer nog wel goed zien voor deze avond. Zie. Ja, redelijk donker, hè. Dat hebben natuurlijk met zo'n all-in-one palette. Dat is natuurlijk niet gemaakt voor iedereen, hè. Niet alle skin tones zijn daarmee gebaat, hè. Op zich blendt hij wel. Ça va, dus. Dat is wel het voordeel. Ik ga de middelste nemen met een beetje shimmer. Liever een beetje te weinig dan direct te veel, hè. Dus dan moet ik heel met lichte hand op je huid gaan. En dan kun je zo wat gaan stapelen met blush. Want als je direct te veel ineens, dan... Die fout heb ik vorige keer al gemaakt. Het geeft dan een mooie glow. Rozen blush, maar die heeft zo wat een gouden glans erbij in zitten. Je ziet nu al dat dat redelijk zwaar aan het worden is. Ik heb letterlijk twee keer zo één, twee... Also één, zachtjes aangebracht, twee. En dat is al heavy. Allee, het is nog te doen, hè. Maar dat is omdat ik dat wist. Als ik dat niet wist, dan had het er al goed uitgezien. Ik ga voor highlight ook direct doen. Ik ga de twee mengen. Eén keer dippen in elks. Het gaat zeker niet mijn daily paletje worden, waar ik echt zo alle dagen ga gebruiken. Dat denk ik nu niet. Maar ik denk wel, om dat mee op reis te pakken, dat dat wel echt handig is. Gewoon heel mijn gezicht highlighten. Oké. Ik ga echt alleen maar de oogschaduw gebruiken die in het paletje zit. Dus dan heb ik wel niet zoveel opties om echt zo in elkaar te blenden. Dus ik denk dat ik gewoon enkel deze twee kleurtjes nu ga gebruiken. Maar ik wil zeker ook nog eens een groene look doen, ooit. En dat paars is ook echt super mooi. Misschien moet ik het eens van dichtbij laten zien. Ik ga eerst heel lichtjes in de crease gaan met deze blush, waar het minste glitter in zit. Ja, dat is positief en negatief eigenlijk, hè. Als je voor beginners in make-up raad ik dat paletje niet aan, want dat is heel moeilijk om dat te doseren en er niet uit te zien gelijk een clown. Daar moet je echt wel de techniek hebben om met zo'n paletje te kunnen werken. En dat is met die ABH, met die Anastasia paletjes ook echt het geval. Dat is
niet zo simpel om mee te werken als je niet weet hoe je daar best mee werkt. Dus. Allee, ja. Ik zeg niet dat je dat niet kunt leren. Hè. Je kunt daar zeker mee aan de slag en onder de knie te krijgen. Maar ik zou het zeker niet, als het de eerste keer is dat je dat paletje gebruikt, direct om naar een belangrijk event te gaan. Dus dan kunnen we wel eens voor verrassingen komen te staan. Dus oefen er gewoon, als je zo'n paletje hebt, oefen daar rustig thuis mee en aan een tijd gaat dat wel lukken. Oké, ik ga het erop wagen. En meteen met het donkere paars te beginnen om dan uit te blenden met het rozeren. En ik hoop dat ik nu geen fout maak. Maar waar ik ook niet over na heb gedacht, is dat dat dus ook wel wat fallout geeft. Natuurlijk, dat je eigenlijk je oogschaduw best eerst kunt doen met deze paletje. But that's too late now. Daarom dat ik dus altijd zeg, ik zeg altijd wel zo van, je moet dat zo doen. Maar misschien moet je toch maar geen tips van mij aannemen. Ik ben nog altijd niet opgeleid tot make-up artist, dus wie weet wat vertel ik jullie allemaal. Ik ga op eigen risico een beetje proberen te blenden met die roze. Zie, ik dip daar één keer in. Oei, dat is precies een shimmer. Of hangt dat nu nog met een borstel? Dat was niet de bedoeling. Oh, ik hou niet van shimmers in de crease. Ik hou echt van matte. Die ziet er niet als shimmer uit. In het paletje, maar op mijn oog komt er ineens een glans op. This palette is tricking me. Die donkerste paars is eigenlijk niet zo gepigmenteerd als ik dacht. Ik dacht echt van, dat gaat zo één donkere stip zijn op mijn ooglid, maar ça va nog. Je mocht zelfs iets donkerder zijn van mij. Oeh, ja. Niet gemakkelijk om mee te werken, zo. Ik weet niet wat dat ligt dan dat ik per ongeluk zo aan een shimmerachtige oogschaduw heb gebruikt, maar hij blendt niet zoals dat ik gewoon ben met mijn Morphe oogschaduw. Oh my god. Ik ben helemaal vergeten dat ik een koffie had gemaakt voor mezelf. Die staat dus hier koud te worden. Ik heb mij bijna verslokken. Oké. Toch geen allergrootste fan van oogschaduw, maar whatever. Roei met de roeispaan die je hebt, of hoe zeg je dat? Dat zou erger kunnen zijn, denk ik dan. Oké, als ik nu subie ergens naartoe ga met deze... Als ik nu subie ergens naartoe ga gaan met deze knalroze oogschaduw, gaan echt niet zien. Niet weet wat ze meemaken, want dat is echt niet mijn kleur normaal gezien, maar oké. Voice for a video, guys. Een poging te doen om die glitter op mijn oog te krijgen. Oh ja, het glittert wel wat. Ik had al ergens gelezen dat zo die glitter volledig verdween als je dat op je oog doet, maar je moet natuurlijk echt zo... Ja... Packing it on. Ik ben echt met veel Engelse termen aan het praten vandaag, maar ik weet niet hoe ik het anders kan zeggen. Fallout. Help. Ja, nu is het echt pink all the way, hè. Oh, dit is wel... Mijn ding niet meer. Whatever. Oh, shizzle. Oh, ik veeg dat zo uit. Oh, amai. Dat pigment is wel echt extreem. Je ziet echt zo waar dat de kleur stopt. With panda eyes. Oké, ik ga dat hier wel een beetje moeten redden. Ik ga met mijn setting powder even de randjes wat blenden, want... Oké, maybe not really a fan. Ik ga de randjes hier wat proper maken. A little better. Dat is misschien ook gewoon omdat roze echt mijn kleur niet is. Dat ik dat niet zo lelijk vind.
Ik zeg zeker niet dat dat echt slecht een oogschaduw is, maar het is gewoon even mijn ding niet, denk ik. Oké, het is niet zo erg als dat ik in de toe als er wat is. Het is gewoon naar roze dat me niet aanstaat, maar het is oké. Ik ga gewoon mascara opdoen, die dat ik altijd gebruik. Ik ga geen wimpers opdoen, omdat ik daar geen zin in heb. Mijn ouders zijn aan het bellen. Ik weet niet of jullie dat hoort. Beneden, maar ik hoor die tot boven. Ik denk naar mijn broer. En ze zijn wat grapjes aan het maken. Mijn broer zit in Jamaica. En ze zijn precies tegen hem aan het doen als ze wat hem zo niet meer terug in België gaan geraken. Maar dat kan wel eens. Ik begrijp wel dat als je nu bijvoorbeeld gelijk mijn broer in Jamaica zit en je bekijkt de berichtgeving van België, dan denkt hij echt dat iedereen hier aan het hamsteren is. Allee, ja, het zijn ze ook aan het doen, hè, maar zo echt hun huis aan het barricaderen en dat hier bijna oorlog is. Zo zien sommige nieuwsbeelden eruit. Het laatste wat ik nog moet doen zijn mijn lippies die ik allemaal gekocht heb. Het zijn er veel te veel, want ik heb er echt al... Ik denk dat ik die vorige keer heb geteld en dan waren er 70 of 90. Geen idee, maar ik heb er veel te veel en ik blijf er echt kopen. Sorry. Ik heb een soft matte lip cream, of hoe noemt dat, van NYX. In een soort rood-oranje kleur. En dat is een keigoed product. En ik wil dezelfde kleur, maar die specifieke kleur dat ik wil, is overal uitverkocht van dat merk. En dan heb ik deze lip cream gevonden. Van Revolution. En initieel als ik hem opdeed, qua kleur, hij is wel iets meer rood. Ik wou meer echt zo dat oranje, rood-oranje-achtige. Eerste keer dat ik hem opdeed, dacht ik echt zo, oh, die voelt helemaal hetzelfde. Dat is echt ook een topproductje. Maar deze droogt wel niet op. Dus dat is echt een lip cream. En die blijft wel, ja, transferring, met mijn Engelse woorden. Die blijft wel afgaan. Dus ik zocht echt zo dat perfecte rode. Heb ik ook nog een van Essence gekocht. Deze droogt wel, die is heel mat. De liquid lipstick. Die is ook wel meer rood-rood, donkerrood. En dan heb ik nog in de Action de Rimmel lipstift gevonden. En die is wel meer zo echt dat rood-oranje. Dat ik echt super mooi vind. En dan heb ik ook nog... gelijk dat ik deze dus, die van Essence in het donkerrood heb ik die ook in het nude. Die blijft echt super lang. Is redelijk wel, hij voelt redelijk droog aan, maar hij blijft wel heel lang. Ik heb echt al, deze heb ik al twee keer op gehad intussen. En dat vind ik wel echt een toppertje. Dan heb ik ook nog, ik heb veel te veel lipproducten gekocht. Revolution, wel een liquid lipstick die wel droogt. In een soort oranje bruin. Echt zo een herfstkleurtje, maar super mooi. Voor de lente. En dan de Diamond Lustre lipsticks van Revolution Pro. Dat zijn zo die glinsterende die ik momenteel overal zie verschijnen. Dat zijn gewoon kei mooie lipstiften. De verpakking is ook echt super mooi. Ik weet niet of je het gaat zien. En de lipstift zelf is dus deze is Corset, meer een nude. Ik weet niet of je dat gaat zien of wat ze het oppakt. Maar hij zit er dus echt precies zo diamantjes, glitterachtige stukjes in. En die komt dus, dat is eigenlijk zo wat metallic op je lippen. En dan heb ik die ook nog in de kleur Lullaby. Een iets donkerdere. Die glinstert nog harder. Look at that. Hoe mooi is dat? What the hell? Ik ga beginnen met die van Rimmel. In de Action. Denk 2-3 euro. Nu lijkt hij niet zo rood-oranje, of wel? Past natuurlijk niet met de ooglook, hè? Voelt als lippenbalsem-achtig. Het is zeker een glanzende. Lipstift is zeker geen drogende. Maar ik zou daar zeker echt wel een lippotloodje onder doen. De Rimmel Lipstift is 620, call me crazy. Nu de lip cream. De Revolution lip cream is in 133 Destiny. Nee, vreemd. Deze is zeker heel... Oh, zit in mijn lippen.
Oh, mijn tanden. Tuurlijk zit hem op mijn... Oké, okay, hoor. Deze zijn zeker heel gepigmenteerd. Moet er zelfs maar één keer over gaan en het zit er echt mooi op. Maar droogt dus niet op. Dus ook, yet again, lippotloodje onder doen best. Maar wel een heel mooie kleur. Ik vind het echt super jammer dat het niet opdroogt. But what are we gonna do about it? Oké, nu zie je trouwens verschil. Dit is de meer oranje-rode van Rimmel en deze is meer rood-rood. Oké, en dan heb ik nog de Essence, de echt de matte liquid lipstick die echt opdroogt in rood. Ook meer een diep rood. Oh. Oké, dus die is meer iets dieper rood. Wel echt zo dat sexy classic red. Super mooi, super gepigmenteerd ook voor Essence. Die kost echt... Ja, ik ga het op mijn lippen krijgen, want ik begin te babbelen nu dat hem nog niet droog is. Deze droogt dus helemaal op, volledig op. Het blijft ook heel lang. En die kost echt maar 2,5 euro. Super gepigmenteerd. Echt voor dat geld kan ik daar echt niks slecht over zeggen. Vroeger vond ik Essence, als ik dat zag, dat merk, vond ik dat altijd zo wat kinderschmink en zo niet serieus. Maar ik denk dat die aan een soort rebranding hebben gedaan of zo, want die producten zijn wel echt top. Ja. Pretty. We blijven bij de Essence, dus we hebben net die donkerrode opgehad. Nu ga ik de nude opdoen. Ik dacht in eerste instantie dat die te licht was voor mij. Maar uiteindelijk vond ik hem wel heel mooi. En nu, rond mijn lippen is nu nog wat rood. Dus ik kan wel de kleur het zicht nu beïnvloeden. Gewoon nude. Simpel, gemakkelijk. Echt zo'n everyday kleurtje. De donkerrode is de 08 Dare You. En deze is de 01, de Hello Sunrise. Wauw, rip mijn lippen. Nu, de Revolution, rood-bruine. In Demeanor, 127. Hij is wel donkerder dan ik eerst verwacht dat hem ging zijn. Nu op beeld is hem precies nog donkerder. Maar op zich wel een mooie, ja, wel echt een herfstkleur. En ik denk dat hij ook redelijk lang blijft. Ik heb die nog niet buitenshuis gedragen, maar ik denk het wel, want hij droogt mat op. En hij hangt op mijn tanden. Volgens mij heb mijn lip echt gescheurd. Met zo'n wrijven, auw. De lippenstiften waar we allemaal op zaten te wachten. Deze is dus Corset, ik weet niet wat nummer. Gewoon Corset. Dat is ook wel mooier met een lippotloodje onder, denk ik. Ja, een metallic kleurtje met wat glinster in. Het voelt meer echt als lippenbalsem. Het enige nadeel dus. Als je dat wegveegt, dan blijft er zo die glitter blijft achter op je lippen. Dus ik denk ook als je die een overdag opdoet en die draagt wat af en de lippenstift is eigenlijk zelf weg, dat die glitters nog wel zo rond je gezicht hangen. En rond je mond. Nu de donkerste, Lullaby. Die super mooi glinstert. Het rare bij deze lippenstift is als je die een... Dus zo aan het opbrengen bent, dan zie je je eigen lipkleur er nog door. Maar als je dan op... Oh, ik weet echt niet hoe ik dat moet uitleggen. Dus als je zo een keer veegt, dan lijkt hij niet volledig dekkend. Maar doordat daar zoveel eigenlijk glinster en glimmend in zit, lijkt dat toch volledig te dekken. Ik weet echt niet hoe ik dat moet uitleggen, maar... Het is eigenlijk een hele sheer lippenstift. Een hele soepele en draagbare lippenstift. Plakt niet. Het is echt precies lippenbalsem. En hij lijkt heel sheer, maar hij is toch precies full coverage. Hij is zo volledig dekkend. Ik weet echt niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar ja, je ziet hoe mooi dat hij glanst. Dus hoeveel glitter en glans dat erin zit. Het is echt zo meer... ja, een metallic lipstift. En hij voelt aan als lippenbalsem. En ik denk als je daar een lippotloodje onder steekt, dat dat wel redelijk lang gaat blijven. Denk ik. Weet ik niet. 100%. In ieder geval, dat zijn alle spullen die ik heb gekocht.
Foundation ben ik sowieso heel content mee. Dat vind ik echt een top foundation. De concealer van Essence heb ik ooit al vaker gebruikt. Ook top. De bronzer en blush en highlight van dat paletje vind ik eigenlijk ook echt wel top. Zo alles samen vind ik dat echt wel mooi. Maar je moet echt zien dat je een lichte hand gebruikt. Dan de oogschaduw. Ik heb gewoon de fout gemaakt van nu mijn niet zo favoriete kleurtjes te gebruiken. Waardoor ik nu wel een beetje een dubbele mening zo wat heb. Op zich is het geen slechte oogschaduw. De look is niet per se mislukt of zo, maar ja. Er zijn ook heel veel van die. Er zit zo wat verborgen shimmers in sommige van die oogschaduw kleurtjes. En dat vind ik dan wel tricky. Oh, al bij al is het een goeie paletje. Het was trouwens echt totaal niet duur. Dus ik ben hier echt nu zo kei kritisch aan het zijn. Dat was denk ik aan de helft van de prijs. Dus ik heb daar echt niet veel voor betaald. Zeker niet meer dan 20 euro. Ik denk 12 euro of zo. Dus ik ben echt... Ik mag niet zo kritisch zijn. Voor dat geld is dat echt wel een goeie paletje. De lippenstiften, 2-3 euro. Rimmel en Essence. En dan die Revolution. Lippenstiften zijn waarschijnlijk 6, 7, 8 euro geweest. Dat was het. Yay! Heb ik toch nog iets gedaan op mijn zaterdagavond, nu alle cafés dicht zijn. Morgen deze video bewerken en uploaden. En maandag terug naar het werk. Misschien daarna thuiswerken. Dat gaat allemaal nog af te wachten vallen. We zullen wel zien wat het brengt. Oké, bye! Oeh, bijna vergeten. Like, subscribe en tot de volgende keer. Bye!